Mijn naam is Irene Swinkels. Ik ben leefstijlcoach bij Vanaf Voeding en Massage. We gaan gelijk al een beetje bewegen, zie ik. En vandaag ben ik, voor de komende 20 minuten ben ik je trainer. Samen met Brigitte en met Leonie gaan we aan de conditie werken en gaan we lichte krachtspieroefeningen doen. En vandaag gaan we armspieroefeningen doen. En dat vinden we een goed idee, omdat we graag mensen willen stimuleren om gezonder te worden en een beter immuunsysteem te krijgen. En dat doe je onder andere met bewegen. Dus ik zou zeggen, kom van die bank af en doe mee. Je hebt eigenlijk maar 1 meter nodig. Je hebt verder niks nodig. Je kan in je eigen kleren trainen. We gaan beginnen. Gooi je billen los. Maar bij elke workout hebben we hetzelfde begin. Hetzelfde warming up. En daarna pakken we door met de armspieren. Daar gaat hij. Gooi je billen los. Leonie, je doet een minder intensieve oefening. Dus wil je rustig trainen, dan kan dat. Let op haar. Oké, gooi die billen wat verder los. Daar gaat hij. Omhoog, armen omhoog. Ja, goed. Vier, drie, twee, één. Rustig aan, kom bij. Waarschijnlijk is je adem al een beetje verhoogd. Klopt dat? Ja. Oké, schop je benen uit. Schop je benen uit. Goed. Samen sporten is echt, vind ik in ieder geval, heel gezellig. Zeker als het intensiever wordt. Daar gaat hij. Vijf, vier, drie, twee, één. Direct de billen los. Gooi los. Nog even zonder de armen. Nou, we beginnen al lekker warm te worden. Armen erbij, laatste keer. Zie. Vijf. 4, 3, 2, 1. Vertraag. Kom bij, moet er al wat uit? Nog niet? Kom straks wel. Oké. Kunnen jullie 1 meter naar achteren en dan zet ik dit ding even weg? Zo, dat komt later wel. Even om nog een stukje herkenbare dingen te doen. Stap uit. Stap uit, stap hem groot. Daar gaat hij. Heel goed. Let op mij. Stap zij. Stap achter. Leonie kan gewoon meedoen. Ja, stap achter. Heel goed. En dan gaan we. Als ik het zeg, maak je de schaatsbeweging die we laatst ook gedaan hebben. Goed. Ja, let op. Daar gaat hij. En één. Spring. Spring hem. Nee, Leonie kan meedoen. Naar de zijkant. Breng hem naar de zijkant. Ja. En je ziet, we gaan iets versnellen. Versnel. Soepel. Vijf. Vier. Drie. 1. Leonie blijft doorgaan met deze. En Brigitte en ik maken hem intensiever. Jack, daar gaat hij. Een halve minuut. Vijf, vier,
3, 2, 1. Ga door. Knie omhoog. Leonie ook. Knie omhoog. En kick. Oeh, ik val om. Kick. Knie buigen. En strekken. Trap die hap. Heel goed. Niet lelijk bedoeld. Zeker niet voor jullie in de huiskamer. Maar we maken het trap. Daar gaat hij. Let op. U ziet, Leonie, jij maakt hem klein. En tik en tik. Knie en knie. En tik en tik. En knie en knie. Pats, pats. Yes. Als je hem gaat springen, is hij nog makkelijker. U ziet. Gaan we. 1, 2, pats. Goed. 1. Halve minuut. Eigen tempo. Je valt er gewoon van onder. Vijf, vier, drie, twee, één. Even bijkomen. Gaat ie? Dus Leonie, jij doet dit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heel goed. Dat doe jij. Wij doen deze. Ja, ga door. En dan doe je hem sneller, Brigitte. Stap uit. Stap hem uit. Vijf. Vier. Drie. Twee. Één. Daar gaat hij. Check. Let op, Leonie. Stap duidelijk uit, Leonie. Grote uitstap. Laat jullie even alleen tobben. Vijf, vier, drie, twee, één. Bijkomen. Armspieren. Oké? Okay. Arm zij. Draaien. Duw je handen naar buiten. Duw je handen naar buiten, Leonie. Zo, handen naar buiten. Lijkt nu nog leuk. Oké, naar achteren. Breng hem naar achteren. Breng die armen naar achteren. Ja, ziet er elegant uit, hè? Voel je al wat? Jij? Ja, hè? Waar? Ja. Oh, daar ook. Ga door. 5, 4, 3, flappen en flappen. Dit hoeft beslist niet mooi. Het is heel irritant. Breng je armen naar achteren, Leonie. Zo, breng je armen een stukje naar achteren. Yes, ontspan je schouders. Die schouders een beetje zo ver mogelijk naar beneden. En flappen. Nog 10 seconden. Heel goed. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Pompen. Pompen. Pink omhoog. Goed, hè? Echt niet. Ga door. Is te doen. Mind over matter, zeggen we dan. 5, 4, 3, 2, 1. Lijkt lekker, hè, als je dan je armen... Goed, we gaan de push-up doen. Die kun je op de rand van de bank doen. Die kun je op de rand van de stoel doen. Maar je moet wel uitkijken dat hij niet wegglijdt. Je kunt hem op een matje doen. Op deze manier. Maar dat vinden veel mensen heel zwaar. Wij hebben hier een verhoging meegemaakt. Meegenomen. Op een verhoging is het namelijk een stukje makkelijker. Wacht maar, jij krijgt deze... Wacht maar, dat is als gedoe. Oh. Ja. Dank je. Wat je doet is, vorige week hebben we de plank gedaan. Je komt eerst in de plank. Heel goed. Heel goed. En dan breng je, doe maar 5 centimeter.
je ellebogen langs je lichaam naar beneden. Dus vaak doen mensen dit, dat is niet de bedoeling. We doen de ellebogen langs het lichaam, dus je brengt de ellebogen naar achter. Heel goed, maar nu breng je deze, moet je strak houden. Dus je mag niet zo inzakken. Ja. Heel goed, doe je best. Hou je buik strak. Je ziet. Goed, weet je wat je doet? Probeer hem even op je knieën te doen. Leonie, dit is al heel zwaar. Dus je mag je heupen iets hoger doen. En nu ga je een stukje, nee, we doen de push-up. Nu ga je een stukje naar beneden. En omhoog. En dan mogen je ellebogen niet opzij, maar naar achteren. 1 centimeter, top. Top. Heel goed. Kijk, zo leer je een push-up. Ja, mag je aanraken? Hou strak. Hou je buik strak. Dit. Ja, het is echt, het is eigenlijk stiekem ook een buikspieroefening, hè? Nog 1 keer en dan gaan we weer iets anders doen. Kom maar staan. De push-up is een van de zwaarste oefeningen. Dus die kun je ook niet heel lang en intensief doen in het begin. Als je een paar keer per dag een push-up doet, dan zal je merken dat het al heel snel een stuk beter gaat. Kom. Kippenvelletjes. Ja, zeker. We gaan andere armen of de armen op een andere manier laten bewegen. Deze oefening hebben we eerder gedaan in een vorige workout. Leonie, blijf dit doen. Ontspan je schouders. Ontspan je lichaam. Hoe je ziet, kom iets omhoog. Iets omhoog. Ja, dat, je bent al bezig. Dan zeg ik 10. Nog 20 seconden. Heel erg goed. Leonie ziet er helemaal top uit. Heel gezellig. 5, 4, 3, 2. Nog een keer naar zij. Brigitte, kom bij je staan. Zij is snel, snel, snel. Boom. Ja. Ga door. Gaat het nog? 1,5 meter. Jij doet zij. Kijk eens, let eens op. Zij. Sorry. Nou, we zijn elkaar wel gewend. Dan kunnen we een stootje hebben. Precies, kop. 5, 4, 3, 2, 1. Andere kant. 30 seconden. Kijk naar je arm. Leonie maakt er een feestje van, zie je het? Heel goed. Goed bezig. Top, top, top. Nog 10 seconden. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je bent nog niet klaar. Kom op. 30 seconden naar voren. Heel goed. Adem in. Adem uit. Realiseer je dat je nu heel hard aan het werk bent voor je gezondheid. Hier ga je baat bij hebben. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ga door, pak door. Ja. Draai je handen. Die streng erin. Ja. Duw hem uit. Andere kant. Uit. Maak een rondje. Ik begin het toch wel nijdig te voelen in mijn armen. Hè? 5, 4, 3, 2, flappen. Flappen hoeft niet mooi. Helemaal. Maar wel intensief, Leonie. Lekker hoog. Ja, mij niet slaan. Dat gaat ze heel goed. Flappen en flappen. Ja. Vijf, vier, drie, twee. Ik ga er ook altijd een beetje zuur van kijken van deze oefening. We gaan straks nog even, en dat doen we echt maar even, de push-up trainen. Ja? Doe jij maar op je knieën, Brigitte. En jij ook. Dat ging goed. 5, 4. 3, 2, 1. Goed. Op je matje.
We gaan de push-up doen. Je mag een stukje naar voren, zodat je een beetje meer... Als je het zo doet, is het heel makkelijk. En als je iets meer, iets rechter bent... Nee, je mag een beetje knieën op. Doe nu je knieën op het mat, zo blijven staan. Ja? Handen onder je schouders. En dan breng je ellebogen naar beneden en omhoog. En probeer je buik echt een beetje strak te krijgen. Ja, heel goed. Zet je spieren strak. Ja. Kan je nu je knieën iets naar achteren doen? Oké, ik vind genoeg. Doe dit een paar keer per week. Een paar keer. Zal je echt merken, spieren ontwikkelen heel snel, hè? Oké, even. We gaan de eerste oefening kort herhalen. En dan gaan we ook nog een conditiedingetje doen en dan zijn we alweer klaar. Daar gaan we. Billen los. Billen los. Hier. Lekker vrij. Niemand ziet ons. Nou, ons wel. Maar in de huiskamer niet. Gordijnen dicht. Armen erbij. Oké, spring hem lekker. Vijf. Vier. Drie. Twee. Één. Omhoog. Je benen. Kan jij hem iets hoger doen, Leonie? Ja. Oké. Je ziet. En Leonie. We gaan naar het laatste gedeelte van de training. We gaan de boel nog eens even flink opvoeren. Leonie, doe dit. Eén. En tik. Eén. Tik. Je mag een grote beweging maken, Leonie. En Brigitte en ik gaan hakkendeel doen. 5, 4, oh je bent al begonnen. 3, 2, 1, daar gaat hij weer niet. Heel goed, Leonie. Ja, daar gaat hij. Ik hou de klok in de gaten. Even bij je staan. Tien, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig aan. Kom bij. Blijf bewegen. We doen hem nog één keer. Dus iedereen thuis, doe mee. Hakkenbil noemen we hem. Als je hakkenbil 30 seconden doet, word je hartstikke fit van. 5, 4, 3, 2, 1. 30 seconden. Ik heb nog een beetje aan die kant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Nou is het bij sporten zo dat je eigenlijk alle setjes drie keer doet. Dus deze doen we nog de laatste keer. En dan schieten we direct in de cooldown. 5, gaat het? Ja, 4, 3, 2, 1. 30 seconden. Kijk in de camera. Blijf lachen. En blijf samen lachen. Billen, hielen naar je billen. Hakkenbil. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Oeh, voel je, hè? Kijk, Leonie staat daar nog fris en mond aan, gewoon stappen. Schouders.
Ontspan je schouders. Vaak doen we dingen zo. Iemand zei laatst, ik zit zelfs zo tv te kijken. Breng je schouders naar beneden. Doe alsof je je handen in je winterzakken hebt. En breng je schouders naar voren, 1 centimeter. En naar achteren. En kijk of het lukt om niet dit te doen, maar gewoon helemaal beneden. En hou beneden. Wat je visualiseert is dat je je schouderbladen naar elkaar toe brengt. Breng ze naar elkaar toe. Borsten naar voren. Naar voren. En naar achteren. Naar voren. En naar achteren. Zet je handen hier neer. Dit doen veel mensen in de sportschool met gewichten. Wij doen het zo. Ik doe het als bewustwording van je schouders en je schouderbladen. Nee, dit kan je niet doen, hè? Naar beneden, omhoog en dan breng je je borstkas naar voren en je schouderbladen naar elkaar toe. Nog een keer. Naar beneden, omhoog, schouderbladen, terug. Volg je? Ja. Dat is een hele goede oefening als je veel achter de computer zit en je veel stilgezeten. Om even hier die spieren goed te ontspannen. Nog 2 keer. Naar beneden, omhoog, opzij. Let op, nog 1 keer, heel kort. Derde setje, daar gaat hij. Als je hem vertraagt, wordt hij langs, wordt hij moeilijker. En thuis in je eigen tijd kun je hem natuurlijk langzamer doen. Je kunt deze oefening de hele dag doen. Maakt niet uit, wij kunnen het niet, maar... Oké, andere kant op, daar gaat hij. Daar gaat hij. Draaien en draaien. Goed, duw hem naar buiten, duw hem naar buiten. 5, 4, 3, 2, flappen. En flappen. Schouderbladen naar elkaar toe. Handjes lekker los. Handjes los. Heel goed. Ja, handjes los, flapper. Ja, ziet er niet uit, hè? Wil niet, schouders proberen zoveel mogelijk. 5, 4, 3, te ontspannen en pompen. Pompen. Als we hiermee klaar zijn, dan gaan we de cooldown doen. Doe het heel klein. Oh. Voel je het ook? Gemeen, man. 10 seconden. 9. Wauw. 8. 7. Hou vol. 6. 5. 3, 2, 1, stap uit. Ontspannen. Dit is echt super lekker als je dat doet. Hè. Goed, ja. Vijf, 4, 3, 2, 1. Arm in de lucht. Zij. Trek jezelf hier naar boven. En met de zijkant naar boven. Opzij. Omhoog. Opzij. Omhoog. Nog eentje. Rustig draaien. In je lengte. Ja. Knieën een beetje van het slot. Ja. Ja, en dan rol je rustig naar beneden. Kom omhoog. Voel je rug. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Thuis, bedankt. Heel leuk. Maar de volgende keer doen we een full body training. Dat betekent armen, buik, benen in één training. Ik hoop je gauw te zien. Dag.